koppigheid. Dat is wat Ivanildo Plein zegt als aan hem wordt gevraagd naar de hoge aantal COVID-19 besmettingen. Volgens Plein heeft hij bewust mensen zien die niet hebben willen luisteren. Het parlement, de regering, die zal steeds het goede voorbeeld moeten blijven geven. Maar als ook deze mensen die het goede voorbeeld moeten geven zich schuldig maken aan het feesten, dan krijgen wij dergelijke situaties. Dus zegt Plein dat wij met ons allen steeds erop moeten toezien dat deze zaken zich niet meer herhalen, dat deze zaken niet meer gebeuren. Laat mij beginnen om van de gelegenheid gebruik te maken om de Surinaamse samenleving het beste toe te wensen, want dit is mijn eerste interview in het nieuwe jaar met u, van deze plaats uit, het beste in het nieuwe jaar. Het jaar is natuurlijk niet zo mooi begonnen als ik gelijk met de deuren huis moet vallen, met betrekking tot de hoge cijfers van het COVID. Als ik zo de berichten heb mogen volgen de afgelopen dagen, dan zag je dus dat het boven de 1000 was de afgelopen 3 tot 4 dagen. En dat baart me enorm veel zorgen, omdat ik dit niet heb gekend. Zeker niet als mensen toch wel koppig zijn, dat moet ik zeggen. Ik zie dat van verschillende kanten uit men niet wilt luisteren. En ik zeg bewust van verschillende kanten uit, omdat ik zeg dat de wet burgerlijke uitzonderingstoestand is aangenomen door het parlement. En dat van daaruit zeker de collega-parlementariërs het voorbeeld moeten geven. Maar niet alleen het parlement, maar ook de regeringslieden moeten het voorbeeld geven. En toch zie je dat hier en daar mensen die het voorbeeld moeten zijn zich schuldig maken aan. En dan heb je ook dat de samenleving dat ook doet. En dan kun je inderdaad de schuldigende vinger wijzen naar die samenleving, maar jij die een voorbeeldfiguur, een voorbeeldfunctie bekleedt, moet juist erop toezien dat zaken niet gebeuren waarbij er een wet is aangenomen. En daar ben ik gewoon koud en kil over. Ja. En men zegt, het is ons feestgedrag geweest in de maand december, dat we nu hier zijn beland, heren Plein. Ja, dat is waar. Als u kijkt naar wat er allemaal in de afgelopen dagen, laat me het goed zeggen, in de maand december gebeurd is, dan ziet u dat er flink gefeest is en vandaag aan de dag moeten we allemaal het gelag betalen. Het nieuwe virus is in Suriname en wij zullen daarmee moeten leren leven. Men zegt het is niet zo besmettelijk, maar de snelheid waarmee het virus rondgaat met betrekking tot de besmettingen is verschrikkelijk. En dat gaat maken dat vele sectoren eronder zullen lijden. Want u begrijpt dat als je naar een kantoor nu gaat, dan is het kantoor gesloten omdat er een besmette persoon daar op de werkvloer was. En dat betekent dat het vertraging is in de ontwikkeling van ons land. Ja, maar had men geluisterd, dan hadden we dit soort problemen niet. Ja, natuurlijk kun je zeggen van niet iedereen gaat luisteren, maar laten we ervoor zorg dragen dat zij in elk geval het voorbeeld moeten zijn dat ze luisteren en dat ze erop toezien dat zaken niet gebeuren waarbij de ontwikkeling van ons land in principe achteruit gaat of de ontwikkeling gestagneerd wordt. Wanneer we het hebben over het nieuwe variant van het virus, dan begrijpt u dat het lastig is, want de snelheid waarmee dat nu rondgaat, maakt dat mensen denken van, ach ja, het is niet zo besmettelijk, ik heb niet zoveel symptomen te krijgen, dus ik kan flink op pad gaan, enzovoorts, enzovoorts. Maar nu ziet u wat het gevolg daarvan is. Dus ik wil van deze plaats uit toch wel een oproep doen aan die samenleving. En zeker ook aan de mensen die een voorbeeldfiguur moeten zijn, hoe liba gedrag achterwege, hoe denk je nou de takkie, hoe de in een bepaalde fase, een nieuwjaar op, hoe liba de sandati, hoe arki makandra, en zorgo takkie, a virus no tek overhand. Want if a virus tek overhand, godoro, dan je begrijpt takkie, dat kan tapatinti. Maar ondanks de hoge stijgingen, heer Plein, zien we dat de regering toch het besluit heeft genomen om de schooldeuren normaal te openen. Dus wat dat stukje betreft, zeg ik van er zijn verschillende meningen over moet dus dan daadwerkelijk de school gesloten zijn.
moet het dan open blijven. Daar wordt er vandaag zeker flink over gedebatteerd, gediscussieerd. En ik denk dat er vandaag uiteindelijk een punt zal komen waarbij we dus dan kunnen aangeven van dit is het beleid welke de regering zal moeten uitvoeren voor de komende maand. Dus ik wil nog geen uitspraak doen over wel eens of niet eens de schooldeuren openen. Natuurlijk weten we dat dat een zeer riskante zaak is, want de kinderen die gaan naar school. En u begrijpt dat kinderen soms zodanig bezig zijn dat ze niet eens opletten. En als dus dan de leerkrachten ook niet zo snel of scherp opletten, dat het lastig kan zijn voor de andere kinderen die het zij zich wel houden aan de regels of het zij ook niet houden aan de regels. Dus inderdaad moet daar scherp naar gekeken worden. Ik hoop dat straks, wanneer we dus uit de vergadering gaan, dat wij een houvast hebben. Ja, en dat we de samenleving daar ook over kunnen informeren, zodat de samenleving dus dan toch wel gerustgesteld kan zijn. Moeten we weer naar momenten van algehele lockdown, heer Plein? Ik zou geen voorstander van zijn van algehele lockdown, total lockdown, omdat dat eigenlijk alles stagneert. Alle sectoren hebben te lijden onder, wanneer we praten over de total lockdown. En ik denk niet dat we die richting op moeten gaan, maar laten we lering trekken uit wat zich nu heeft voltrokken voor de toekomst, dat we dat niet meer laten gebeuren. Laat dit vandaag de laatste keer zijn dat we zeggen van inderdaad, we zijn ongehoorzaam geweest. Dus samenleving, Archie, Denki, dat onusrif en horusrif abaka. En de regeringsleden, hoe liep de gedragingen dat achterwege? Dat is puur mijn boodschap wat betreft COVID voor het nieuwe jaar. Maar wat we ook vooral in deze periode nu zien, heer Plein, juist in deze periode zien wij een Johari, je troost zo'n probleem met de huisartsen en ook nog de verzekeraar. Ja, dus dat vind ik natuurlijk jammer wanneer dit soort dingen gebeuren. Op dit moment ook natuurlijk, waar de gezondheidszorg enorm van nodig is. Dat je ziet dat mensen niet zeggen van luister nou, we gaan dus dan, of we zijn het niet eens met een bepaald beleid. We kunnen het inderdaad over eens zijn of niet over eens zijn, maar één ding moet pal boven water staan, is de gezondheidszorg. De mens moet centraal staan. En als je inderdaad wilt zeggen van luister nou, ik ben het niet eens, zoek inderdaad een middel waarbij de mens er niet onder zal lijden. Want met gezondheidszorg moeten wij niet grappen. Het is vandaag voor de deur van mensen die ziek zijn, maar morgen kan het ook voor de deur zijn van de anderen. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden. Dus ik wil een beroep doen op in elk geval partijen om aan tafel te gaan zitten. Maar laat het niet zo ver komen dat er problemen komen. Ondanks alle maatregelen die op papier zijn, heer Plein, zien we dat we toch zijn beland in een vijfde golf. Dus de vraag is nu, zou er gesleuteld moeten worden aan deze maatregelen? Ik heb het dus eerder gehad over dat stukje dat te maken heeft met de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan het organiseren van grote feesten, grote groepen bij elkaar brengen, etcetera, etcetera. Maar aan de andere kant heb je ook de handhaving. Ja, de regels zijn daar. We moeten ons alle houden aan de regels. De regels die gelden niet alleen voor de samenleving, maar ook voor de president, ook voor de vicepresident, ook voor alle ministers. Dus, terecht. Aan de andere kant heb je dus dat de regels er zijn en dat je toch wel gaat moeten zeggen, misschien is het moment aangebroken om de regels te evalueren. De wet volledig te evalueren en te kijken. Ik las ergens waarbij ik dacht een politieagent, een politieambtenaar aangaf van de mensen lachen omtrent de boete, de bestuurlijke boete. 10.000 SRD, maar goed, wat is dat, enzovoorts, enzovoorts. Misschien moet daar ook aan gesleuteld worden, maar het komt erop neer dat de handhaving, dat stukje toch anders moet. Dus ik denk dat het ministerie van Juspol ook een ander beleid zal moeten voeren. En natuurlijk hand in hand met het ministerie van Defensie. Ja, zodat toch wel wanneer er opgetreden moet worden, waar er opgetreden moet worden, dat men optreedt. Ja, en natuurlijk als de ambtenaren die moeten optreden zeggen van luister, nou, het is een lachertje, dus doe er wat aan, dan zal het parlement en met name ook bij staatsbesluit zal dus dan de president dat stukje moeten herzien. Ja, waardoor de mensen toch wel dat een drempel kan vormen voor verdere een escalatie met betrekking tot het COVID gebeuren. Ja, en we zien ook een shift
een shift in aanscherping van de maatregelen, heer Plein. Wat ik daarmee bedoel te zeggen, vroeger, zodra u hoorde er is een nieuwe variant in Suriname, het is stijgende, er werden gelijk strenge maatregelen getroffen. Wat we nu zien is, er wordt nu aangegeven, pas als de ziekenhuizen onder ernstig druk komen te liggen, dan pas gaan we over tot treffen van strengere maatregelen. Is dat een wijs besluit? Is dat goed dat men nu op, pas dat? Dus ik heb dat nog niet gehoord, maar indien dat inderdaad gezegd is, zeg ik van regeren en beleid maken is vooruitzien. En dan moet je niet wachten wanneer het 5 voor 12 is, om dan te zeggen van hé, nee, we gaan het anders moeten aanpakken. Maar dat je nu al voorbereidingen daartoe treft, om te voorkomen dat dat gebeurt. Ja, want wanneer inderdaad de gezondheidszorgers of de gezondheidswerkers, laat me het goed uitdrukken, en laat me van deze plaats uit ze toch wel bijzonder dank zeggen voor het werk dat ze doen. Gelooft u mij, ik denk dat velen van ons dat niet zouden kunnen doen, onder erbarmelijke omstandigheden het werk doen om ervoor te zorgen dat de mensen gezond blijven, gezond worden enzovoort enzovoort. Wanneer die groep daadwerkelijk het probleem heeft, en natuurlijk de leerkrachten die nu ook de kinderen op school moeten hebben, dan zeg ik van, het hoeft niet zo ver te komen. Maak beleid op dat stuk. Ja. Probeer nu, voordat het te laat is, bepaalde handelingen te plegen. En als je die handelingen kan plegen, dan voorkom je dat dat gebeurt. Maar wacht niet tot wanneer het is gebeurd, dan dat je dan maatregelen gaat treffen. Daar sta ik niet achter.